Ik ben opgegroeid in een middelklasse moslimgezin in Tunesië, die vrij open en progressief was en heel nieuwsgierig. En die heeft me ontzettend veel gemotiveerd om te studeren, maar echt als soort van, en ook heel ambitieus te zijn met studies, met werk, met visie, met alles. Dus dat was een open gezin, zou ik zeggen. Beide ouders waren ambtenaar. Mijn vader had een hogere positie dan mijn moeder, hetzelfde bedrijf. Het was grappig. En zij werkten op het ministerie van Landbouw. En ik heb heel leuke herinneringen, omdat zij werkten naast mijn school. En in de pauze of om 5 uur, wanneer ik klaar met schoon was, ging ik op kantoor bij hun. En de soort van, ik had het gevoel dat ik ga met hun werken. Dus zij werkten samen, ze waren ook heel druk bezig met hun carrière, actief. Ik heb 3 zusjes, ik ben de oudste. We zijn 4 meisjes. Ik denk de reden waarom mijn ouders, in het bijzonder mijn moeder, 4 kinderen wou, omdat zij, zoals veel moslim-Arabieren, zij wou een zoon. Maar dat heeft zij niet gekregen. Dus we worden 4 meisjes. Mijn zus en ik. En na 12 jaar heeft mijn moeder nog geprobeerd een hoop om een zoon te krijgen. Dat is niet gelukt. En dan heeft zij nog twee meisjes gekregen. Dus we zijn 4 dochters. 4 dochters met heel veel karakter. En hoe zat jullie religieuze opvoeding eruit? Religieuze opvoeding was zoals in de jaren, denk ik, 70, heel progressief, maar ook met behoud van de traditie. Dus belangrijke rituelen die hebben te maken met vasten of met suikerfeest of met de moeder, dat is de geboorte van het profeet, Ramadan, etc. Die waren belangrijke gebeurtenissen, dus dat deden wij altijd. Maar er was wel openheid. Mijn vader dronk ook, hij vond de biertje heel erg lekker. Een glaasje pastis vond hij ook niet slecht. Mijn moeder was op strand met de bikini. Zij droeg minirokjes. Op dat niveau, het was een beetje zoals zij zeggen: een beetje voor God, een beetje voor het leven. Het was een beetje zo. En was dat vrij gewoon, dus de hele omgeving leefde op die manier? Ik denk in de Arabische wereld en in Tunesië in de jaren 70, dat was gewoon. Het was, vind ik, meer open en tolerant en flexibel dan wat het nu is. Absoluut, ja.